voor u. Mooi, dankjewel. De volledig getekende koopakte. Dankjewel. Had u dat verwacht, dat we nog zo hier met de koopakte zouden zitten? Nee, ik had het niet meer verwacht. Nee, als ik een keer naar het andere huis wilde kijken tijdens de nieuwbouw en er waren de open dagen. En dan hebben kinderen van, nou, vind je zelf wat zijn die leuke bezigheid van. kijken naar een huis waar je niet gaat wonen dan. Dus, nee, ik wil toch kijken. Ik had het niet meer verwacht. Ik had echt gedacht, het is voorbij, ja. Helaas. Ja, toch nog een laatste keer met de prijsverlaging het geprobeerd. Ja, dat was het. Ja. Nooit een kwestie. En zo hebben we ook op gereageerd van, zo wil ik het eigenlijk ook van... Laatste kans. Ja, het was in uw geval natuurlijk ook zo. We hadden nog een bepaalde termijn. Konden we het nog proberen. Ja. En het is gelukt. Het is gelukt. Ja, ik ben ook reuze blij. In oktober 2010 is het ongeveer te koop gekomen, uw huis. Ja. Dat houdt ook in dat u die crisis, de hele huizenmarkt, dat u dat heeft meegekregen. Ja. Hoe heeft u dat ervaren? Want... U had natuurlijk bepaalde gedachten bij bepaalde waarden van uw huis. In al die maanden dat het te koop gestaan is er best wat gebeurd. Er is veel gebeurd en ook niet positief in de huizenmarkt in ieder geval. Nee. Niet. Was ook wel onvoorbereid. De tijd dat je denkt van nou ik verkoop een huis en de kopers zijn in de rij. Dat was voor mij mijn idee steeds geweest van ik wil het huis verkopen en ik wil helemaal zonder schulden. Uitzien te komen vanuit Cinderella en dat is gelukt. Heeft jammer genoeg niet opgebracht wat we gehoopt hadden in eerste instantie. Nee. Maar u bent er schuldenvrij uitgekomen. Ja. U heeft de zekerheid die u wilt en u kunt naar het appartement wat u wilt. Dus, precies. Ja. Maar dat betekent wel dat u de keuze heeft genomen van oké, dan maar minder qua opbrengst. Ja. Maar dan bereik ik wel mijn doel. Nou, dat is een heel, inderdaad een heel bewuste keuze hoor. Van natuurlijk, er zijn misschien mensen die denken, nou, ik zou dat nooit doen. Het huis is meer waard dan dat je het nu voor verkocht hebt. En denk je, ja, nou, maar dan had ik het niet verkocht, dan was ik blijven zitten. Ja. En dan zit ik met een hoop stenen, waar ik eigenlijk niet wil wonen. En dan wil ik weg en dan kun je niet weg. En dan is het appartement waar ik nu als eerste voor kon kiezen, is ook het appartement waar ik ontzettend graag wilde hebben en dat heb ik nu ook kunnen krijgen. Ja. Nou, dat was ik misgelopen en dan de vraag is of je daar ooit nog een keer een kans op hebt. Wat we natuurlijk vorig jaar gedaan hebben, is dat we de huidige koper hebben uitgenodigd om te komen proefwonen. Een weekend gratis proefwonen. U kreeg in uw omgeving best wel wat kritiek daarover, mensen die daar vragen over stelden. U heeft toch besloten om het te doen. Waarom? Doet het in de hoop dat de mensen gewoon ook iets vrijer zijn. Gewoon in vrije, toch een keer wel iets. We hebben nog niet beslist of ze het willen kopen, ja of nee, maar ze kunnen wel alles even kijken. En er loopt geen makelaar in de buurt die niet op zo'n horloge staat te kijken van ik moet weg, maar die toch op een gegeven moment ook geen dag de tijd heeft om te blijven rondlopen. Een dochter en die meneer zijn moeder is geweest te kijken. Nou, dat doen we anders ook niet. Ik denk toch ook wel dat het best wel geholpen heeft. Nu, toen zijn we er niet uitgekomen. Goed, na de laatste prijsverlaging zijn we er wel uitgekomen. Ja. En ik denk dat het proefwonen er ook wel toe bijgedragen heeft. Ik denk dat hij ook snel de beslissing kon nemen. Dan doen we het. Ja. Nou, dat idee heb ik ook hoor. Dat het toch bij heeft gedragen van... om uiteindelijk Het is verkocht. Ja. Ik neem aan dat dat goed voelt. Dat voelt wat me. Zou uw advies zijn aan de mensen van wie hun huis nu hier in Koudekerken, hier in Zeeland... Wie hun huis te koop staat op dit moment. Hou niet al te star vast aan de prijs die er ooit voor in gedachten hebt gehad. Maar zeker denk ik, bewandel eens een keer wat nieuwe wegen. Samen met de makelaar, wat in mijn geval dus heel erg gelukt is. Waar ik heel erg blij mee ben dat de makelaar heel erg open staat en stond voor mijn idee. Dat vond ik toch heel prettig. Ik wil heel erg bedanken voor onze samenwerking. Wat gelukkig. Dat we succesvoller hebben af kunnen ronden. Nou, dat is zeker. Dat vind ik ook. Dat is natuurlijk nooit al het fijnste wat er dan gebeurt. In mijn goed geval. Ja, nu zeker nog goed. Ja. Dat kan ik nu wel zeggen natuurlijk. Maar dat, Met het koopcontract onder uw neus. Ja.